Thierry Aartsen is niet de eerste VVD'er die in opspraak is geweest. Nou, het waren er, ja, het waren er meer. Genoeg voor de gloednieuwe razendsnelle spelshow. Ja, ja, ik noem een VVD'er en jullie houden de handen aan de knoppen. En het was een hele simpele vraag. Was hij in opspraak, ja of nee? De eerste die we zien, Wiebren van Haga. Peter. Die was in opspraak omdat hij panden, huren, bedrijf... Oh, huisjes melden. Juist, die beheerde vastgoed waarin tegen de regels de groepsbewoning plaatsvond. De volgende, Janine Hennis. Fout of niet? Fout. Waarom? Die heeft gelogen over dingen in Afghanistan. Nou, bijna. Ze was verantwoordelijk voor een ongeval in Mali. Waarbij twee militairen omkwamen. En ze gaat nu zelf werken in Irak. Mooi, hè? De volgende. Teven opstelte van de steur en van Miltenburg. Allemaal fout. Ja, 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 ja. Helemaal fout. Die struikelden allemaal over de bonnetjesaffaire rond drugshandelaar Kees H. En de volgende fout, of niet? Henry Keizer. Ja, toch net iets eerder. Ja, die verbrandde levend mensen. Ja, bijna. Had een crematorium. Dat wel. Hij moest weg als partijvoorzitter. Omdat zijn crematorium had hij gekocht voor veel minder geld dan het waard was. Een nekvet verbrande homo. Ja. Hand aan de knoppen. Fout of niet? Wiebes. Ja, dat is eigenlijk een toetsie. Ja. Ja, die stak zijn kop in het zand met betrekking tot de complete puinhoop bij de Belastingdienst. En de volgende, helemaal fout. Mark Verheijen. Ja, hij heeft een boek geschreven. Mijn strijd. Fout. Die liet zich op kosten van de provincie Limburg 5 keer naar de Randstad chauffeuren voor een snabbel. En was fout of niet, Michel van de Koelen? Hij heeft aan kinderen gezeten. Nee, dat komt nog. Die hakte computers. Hij heeft wel zo'n potloodvent en jas aan. Ja, laat die foto nog even zien. Nee, Mitchell... Kijk nou, deze is een potloodvent toch? Mitchell van der Koelen die hackte computers van vrouwen en stal dan hun naaktfoto's en video's. Mooi, hè? Hand aan de knop, fout of niet, Jos van Rij. Ja, is voor een trein gesprongen waar die Thierry in zat. Jos van Rij was eigenlijk maar een heel klein beetje fout. Die werd slechts veroordeeld voor omkoping, lekken van gevoelige informatie en verkiezingsfraude. Dus dat viel nog wel mee. Fout of niet, Ten Broeke? Nee, dit is een held. Die heeft seks gehad op de kamervoorzittende stoel. Nou, dan ben je een held. Helemaal goed. Serieus. En dan deed het zo in de oorfluizen. Ik interrupeer. Helemaal goed. Lekker mevrouw de voorzitter. Lekker mevrouw de voorzitter. Goed geantwoord. Hij knabbelde aan een stagiair. En hand aan de knop, fout of niet, Stef Blok? Hij heeft een kelder. Nee, Stef Blok. Nee, Stef Blok is ook fout. Ja, die heeft dingen failed state genoemd. Ja, en nog meer dingen over de multiculturele samenleving. Ja. En de volgende hand aan de knop, fout of niet, Mark Rutte? Nee. Nee, ik had een hoop over Mark Rutte zeiden, maar die deed niks fout. Of, een paar kleine dingetjes. Laat maar even zien. Tot zover. VVD deed hij het of deed hij het niet?